De familie is uiteraard blij dat het Openbaar Ministerie nu in ieder geval voor een bewezenverklaring gaat en ook meegaat in hun wens om een beroepsverbod uit te vaardigen voor deze agenten. Maar zij vinden het onbegrijpelijk dat er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gevorderd. En dan zegt het OM, ja, dat doen we eigenlijk wel bij een poging doodslag. Nou ja, hier is echt iemand dood, hè? Dit is geen poging meer. Dit is een levensdelict wat mij betreft. En daar past het niet bij dat deze agenten in het geheel geen straf krijgen. Wat hadden de nabestaanden wel gewild? Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gecombineerd met een beroepsverbod. En nu? Nou ja, nu moeten wij wachten. Morgen gaat de verdediging het woord voeren. Die zullen natuurlijk betogen dat het allemaal niet zo moet. Het Hof doet vrij laat uitspraak, 19 juni. Dus we zullen moeten wachten tot dat moment. Hoe staat het met rechtgang naar het ERM? Dat loopt. Het Europese Hof heeft gezegd dat zij onze klachten wil behandelen. Nou, dat is al heel wat, want de meeste klachten worden niet eens behandeld. Het is nu aan de regering om te komen met een visie. En wanneer dat gaat gebeuren, dat staat een beetje in de sterren beschreven.